En zo gaan de deelnemers dan voor de laatste maal naar de overkant van de baan. En is het, ja, Brutus daar nog altijd hopeloos ingesloten met John de Leeuw. En de nieuwe koploper is Dylan F. Boko. Tweede plaats inmiddels Callisto Kingsdeep. Aan de buitenzijde komt daar zo langzamerhand de aanval, terwijl Brutus een gaatje heeft gevonden en het tweede spoor nu verkiest. Maar ja, met bergenwerk te verzetten om in de buurt te komen van die koppaarden. Met Dylan F. Boko aan de binnenzijde, aan de buitenzijde daarnaast nu Callisto Kingsdeep. Dat zal de tweestrijd worden, maar vooralsnog lijkt het niet op een tweestrijd, want Dylan F. Boko die lijkt een klasse apart in dit veld. Heeft nu natuurlijk een keer het voordeel gehad dat hij niet helemaal van achteraan hoefde te komen. En dan kan hij het gewoon afdwingen. Super gereden, Bas. Het is Dylan F. Boko die het wint. Tweede wordt de 5 Callisto Kingsdeep. Daarachter dan de 7 Cha-Cha-Cha. En dat is de voorlopige uitslag. We gaan huldigen, dames en heren, Dylan F. Boko en Bas Krebas. Dylan F. Boko, een 5-jarige bruinhaan van Ken Workington uit Pocono Boko. Gefokt door de Boko Stables Holland BV in bezit en cijfentitie Iwama in bezit van de Spangenhoven, trainer Bas Krebas. En hij is ook de rijder. Bas, super tactische rit, denk ik. Je ging naar buiten, je kan daar ook niet blijven liggen. En dan zat je denk ik te wachten tot Dinant je plekje voor je ging nemen. Oh nee, dat niet eens. Maar het is precies wat je zei. Ik sta 20 meter beter dan normaal. Op speed hoef ik hem niet te rijden. Dus ik ga rijden en tempo. Adel, versnellingsadel, doen nog even rustig aan. En toen ging ik hem op druk zetten. Ja, dat daarna niet meer kwam, kon ik ook niks aan doen. Lang verhaal kort, eindelijk een mooie koers voor hem. Ja, zeker. Want kijk, hij kan niet beginnen. En hij loopt altijd heel veel meters extra. En nou, toprit voor hem. Dus eigenlijk, hij is gewoon altijd in vorm. Maar het heeft puur en enkel en alleen te maken met dat hij altijd achteraan moet beginnen. Ja, dat is heel veel meter extra hier, dat weet je ook. Nou, hey, zeker. Zeer tevreden, loopt altijd braaf mee. Klasse apart vandaag. Zeker, nee, blij mee. Mooi Bas, van harte. Bas Krebas wint met Dylan F. Boko deze Petunia-prijs op hele indrukwekkende wijze. En dan zie je dat zijn rijtje, die overigens nu wel aardig is, maar soms wat geflatteerd is. Hij kan veel meer dan dat ze verrichtingen doen vermoeden. Alleen de start is wel eens een probleem. Vandaag niet. Groot applaus voor Dylan F. Boko, Bas Krebas. Deze wel? Ja. We hebben geluid inmiddels. We hebben weer geluid en dat was mijn fout. Ik steek de hand in eigen boezem. Knopje aanzetten is wel handig. We hebben aan de kop van het veld paard nummer 2 Cocktail Olderson aan de buitenzijde onder druk van Dylan F. Boko. In de tussentijd is er wel een belangrijk gegeven geweest. Namelijk het gegeven dat Dinant Convital op achterstand raakte. Maar die gaat proberen nog wat van die achterstand goed te maken. Minuut daarvoor het derde spoor. En zo komen de paarden dan in de rechterlijn voor de tribune met straks nog één ronde te gaan. En Cocktail Olderson onder druk van Dylan F.
Jeff Boko. Daarachter dan aan de buitenkant Callisto Kingsdiep. Brutus aan de binnenzijde, die kan op dit moment nog geen kant op. John Dekker wacht met zijn aanval achter Cha-Cha-Cha, maar lijkt nog wel het een en ander in hand te hebben. Busy Tolliteet is hard werken voor Patrick van Ooyen daarachter aan de binnenzijde om in de buurt te blijven, maar die begint het nu ook een beetje door te krijgen. En zo gaan de deelnemers dan voor de laatste maal naar de overkant van de baan. En is het, Brutus daar nog altijd hopeloos ingesloten met John de Leeuw. En de nieuwe koploper is Dylan F. Boko. Tweede plaats inmiddels Callisto Kingsdiep. Aan de buitenzijde komt daar zo langzamerhand de aanval, terwijl Brutus zijn gaatje heeft gevonden en het tweede spoor nu verkiest. Maar ja, met bergen werk te verzetten om in de buurt te komen van die koppaarden. Met Dylan F. Boko aan de binnenzijde, aan de buitenzijde daarnaast nu Callisto Kingsdiep. Dat zal de tweestrijd worden, maar vooralsnog lijkt het niet op een tweestrijd, want Dylan F. Boko die lijkt een klasse apart in dit veld. Heeft nu natuurlijk een keer het voordeel gehad dat hij niet helemaal van achteraan hoefde te komen. En dan kan hij het gewoon afdwingen. Super gereden, Bas. Het is Dylan F. Boko die het wint. Tweede wordt de 5 Callisto Kingsdiep. Daarachter dan de 7 Cha-Cha-Cha. En dat is de voorlopige uitslag.